Wat? We gaan nu al naar de finale? Goedemorgen. Nou ja, voor mij is het morgen natuurlijk. Ik heb vandaag een super tof pakketje binnengekregen en dit zat er allemaal in. Kijk hier eens naar. Misschien kan je het al een beetje herkennen. Wat zou dit kunnen zijn? Allemaal onderdelen. En hier zie je de achterkant, de rug. Het is een stoel met ons eigen logo erop in GameStad. En daar heb je nog markers staan. En hier heb je nog allemaal onderdelen. En ik ga deze nu helemaal in elkaar zetten. Ik heb een beetje voorbereiding. Dit zat ook in de doos. Lekker zachte ondergrond, zodat de stoel helemaal mooi en netjes in elkaar wordt gezet. Hier heb ik nog eens een hele handleiding. Stap voor stap ga ik alles in elkaar zetten. En ik zal jullie een beetje meenemen. Dan weten jullie een beetje of het moeilijk is of niet. Maar we gaan gewoon stap voor stap wat eens doen. En als eerst moet ik eventjes de onderkant met de rugleuning aan elkaar vastmaken. Op een of andere manier. Net als iets van een kast of zo, weet je wel. Ik heb net die doos met allemaal kleine dingetjes geopend. En er zat dit ook nog in. Dit lijkt een soort van snot of zo, of niet? Het ziet er echt heel erg ranzig uit, maar ik weet niet wat dit is. Een beetje vet staat er. Dit is trouwens heel gevaarlijk. Ik deed dit net fout. Ik kan het even voordoen. Schrik niet. Kijk mee. Hier heb je een hendel. Die mag je nog niet overhalen, want dan schiet dit ding naar voren en kan je je vingers breken. Het is best wel gevaarlijk eigenlijk. Ik ga dat nou ook niet. Nee, ik ga het nu wel doen. Kijk, pas op. Hier moet je niet in de buurt komen. Waarschuwing. Want als ik dit doe, dan schiet dit naar voren en dan zijn je vingers eraf. Hoppakee, ik zet hem terug en ik blijf er vanaf. Niet meer aankomen en ik ga nu de rugleuning eraan zetten. En dan kan je dat pas weer gebruiken, maar dat laat ik dan wel weer zien. Hoppa, dit zit lekker al in elkaar. Ik heb het onderste gedeelte ook al in elkaar gezet. En nu kan ik dit er alvast afhalen, maar ik wil dat eigenlijk pas doen bij het einde. Nou, die kan ik er nog niet afhalen. We gaan deze daarop zetten en dan is het helemaal klaar. En dit is hem dan. Ik ben er zo blij mee. Kijk dit mooie logo. En hetgeen waarvoor ik jullie waarschuwde was dit ding hier. Zo. Dit is de hendel. En hierbij had ik het gewaarschuwd dus. Maar ik kan hem nu weer zo halen. En ik zit nu mijn rug tegenaan. En nu, ik heb hem niet vastgezet. Nou staat hij vast. En dan kan ik hem zo lekker naar achter leggen. En dan kan ik zo liggen. Daar was die hendel voor. Die kan je dus pas gebruiken als dit vast zit. Daar moet ik jullie even voor waarschuwen. Want anders dan hebben jullie straks denk ik gebroken vingers of een gebroken hand. Als jullie ook zo'n stoel hebben. Nou, ik kan deze gaming chair wel gebruiken. Dus ik ga hem even snel naar mijn studio boven verplaatsen. En dan zie ik jullie boven wel weer. Ik kan jullie die moeite besparen met het lopen naar boven, weet je wel. En daar zitten we dan weer lekker in mijn YouTube studiootje. We gaan eens even lekker deze stoel uittesten met de game Fall Guys. Hier zie je natuurlijk het logo zien erachter staan. Hoe heet ik? Marnico. Nou, super chill natuurlijk. Ik heb geen geld gekregen voor deze stoel te promoten of wat dan ook. Ik heb hem gewoon gekregen en ik dacht, ik ga hem jullie laten zien. En we gaan eens eventjes hier knallen dus en testen. Meteen testen. Ik ben benieuwd. Ik heb er nog niet eerder op gezeten. En dit is zo chill. Het zit zo lekker. Dus ik denk dat we misschien nu wel vet pro gaan zijn. Het zou wel zijn als we nu ook echt een potje gaan winnen. Trouwens, natuurlijk ben ik altijd een spiegelbeeld te zien, hè. Dus ik heb net eventjes in het grote scherm had ik even mijn webcam had ik omgespiegeld. Zodat je alles goed zou zien. Maar ik zit eigenlijk altijd naar deze kant te kijken. Zodat ik naar de game kijk eigenlijk. Naar de goede kant. Ik kan het trouwens ook bij deze game aan de andere kant zetten. Maar bij de meeste games moet toch echt de webcam aan deze kant staan. Bij deze game maakt dat niet zoveel uit. Bij Fortnite moet het bijvoorbeeld wel aan deze kant staan. En daarom heb ik dat eigenlijk dus zo. Oké. Alright. We moeten nu wel echt goed gaan presteren nu we hierop zitten. Hè? Ja, hallo. Iemand hier me tegen. Ja, dat was iemand anders zijn schuld. Dat was niet mijn schuld. Nee, we halen het alsnog gewoon makkelijk hoor. No stress. No stress. Oké, wel een beetje stressen. Wel een beetje stressen. Nu ga ik stressen. Oh my. Nu ga ik stressen. Oké. No stress. No stress. We gaan inmiddels te pakken en hoppatee. Ja, we hebben het dus nog easy gehaald wel. Maar ik kreeg hier wel een beetje stress van. Dit was een beetje slecht. Nu moet ik me even gaan focussen de volgende potjes. Zodat het allemaal de volgende potjes veel beter gaat. Want hier zie je al waarschijnlijk dat er ongeveer 19 mensen af. Oh, er zijn al 8 mensen geliefd. Dan vallen er nog tot 41 zoveel mensen af. Hoeveel was dat? Geen idee. Maakt ook niet uit. We gaan door naar het volgende gamepje. En daar gaan wij beter presteren. En hopelijk is dat nog geen teamgame, maar gewoon een parcours. Want dat gaan we misschien wel het beste af, hoop ik. En ja hoor, dit is weer zo'n parcours. En dit vind ik wel een heel chill parcours om uit te voeren. Dus let's go. Deze gaan we eens eventjes... hier gaan we even knallen. Dit is best wel makkelijk als je vooraan staat. Dus nu moet ik het ook wel even goed doen. Ik sta alleen niet in zo'n fijne hoek, want ze draaien allebei weg van mij. Maar we gaan gewoon lekker meedraaien met het ding. En op naar de volgende. En meedraaien met die dingen gewoon. No problemo. Dan gaat het... Hey, maar dan moet die man niet duwen. Hij loopt gewoon. Ik spring. Ik doe meestal gewoon springen dit. Alright. Dan gaan we links pakken. Dan even wachten. En door. Jongen, je ligt in de weg. Oh, deze game. Zo irritant soms, hè, dat mensen in de weg liggen. Ik had eigenlijk beter door kunnen lopen, zoals dat blikje daar. Die liep ook gewoon door.
En die is een keer geraakt, maar die is alsnog sneller. Oké, ik pak je meestal de rechtse, want dat is iets korter. Hop. En... oh my god! Ja, jongens, het gaat gewoon niet goed. Het gaat niet goed, maar dat ligt echt niet aan mij. Dat zijn de mensen die voor me staan, die in de weg staan. De hele tijd staan er mensen in de weg. Maar maakt niet uit, we gaan het alsnog... oh my god, zoveel mensen. We gaan het alsnog halen. Ja. Let op. En boom! We weten hoe dit werkt. We weten hoe dit werkt. Alright. Got him. Alright, en we zijn alsnog al binnen de 20 volgens mij toch. Oh ja! We hebben nog heel veel mensen ingehaald. Voor de 20 zijn we in ieder geval nog gefinished. Dus dat is lekker. En er moeten nog steeds mensen finishen. We hadden eigenlijk nog best wel veel tijd over. Toch wel. Ja, nou, deze mensen gaan nog finishen. En dan gaan we door naar de volgende game. Oh, wat een eyeball. Oh, die astronaut die wilde die wolf tegenhouden. En die astronaut werd daardoor bijna zelf genaaid. Maar hij ging volgens mij alsnog zelf door de finish. Waar is hij? Ik zie hem niet. Jullie zien hem vast en zeker wel. Nee, ik zie hem echt niet. Hé, is dat die linkse daar? Dat is een testpoppetje, geen astronaut. Ik weet het niet. Oh, memory. Ja, hier hou ik dan weer niet zo van, hè. Memory, we moeten wel zelf gewoon onthouden. Want ik heb wel eens een paar clipjes gezien van mensen die dat niet zelf deden onthouden. Die alleen maar mensen aan het volgen waren. En toen vielen er echt... iedereen viel af, behalve één iemand die wel op aan het letten was. Dus, ja, die guy had gewoon gewonnen in deze minigame. Dus gewoon al de derde game, hè. Dat kan je je voorstellen. Oh, hier is die astronaut, joh. Oké, daar moeten we oppassen. Die houdt vast. Ik heb hier kers. En de volgende naast me is druif. Dus we gaan op kers staan waarschijnlijk. Ik gok kers. Oh, druif. Dan gaan we de buitenste pakken gewoon. Hier is het iets rustiger, hoop ik. Ja, niemand doet er irritant. All good. Nothing on the... oh, jij gaat irritant doen. Blikje moeten we ook voor oppassen dus. Kers, druif, sinaasappel zien we hier. Kers, druif, sinaasappel. Alright, dit kunnen we ook wel makkelijk onthouden, denk ik. Kers, druif, sinaasappel. En... 2, 1. Kers, druif, sinaasappel. We krijgen denk ik sinaasappel. En het is... meloen. Huh? Meloen. Meloenen. Ik hoop dat hij hier is. Oh, ik wist het niet. Ik had die niet gezien. Die stond ook helemaal hieronder alleen. Ja, die had ik niet eens gezien. Nu zijn het er natuurlijk veel meer. Dus moet ik echt voor oppassen. Ik zie banaan, appel, meloen, druif, sinaasappel. Banaan, appel, meloen, druif, sinaasappel. En hier was kers volgens mij. Banaan, druif, meloen. Dat was deze toch? Volgens mij wel. Ik hoop het in ieder geval. Oh, iemand TP'de, joh. Wat? Jullie zagen die duif allemaal TP'en, toch? Nou, iedereen is door volgens mij. Ik denk dat er niet eens iemand is afgevallen hier überhaupt. Nou, er is ook gewoon letterlijk niemand afgevallen. Ongelooflijk, wat is dit voor game? Je moet ook mensen af laten vallen natuurlijk. Nou, in ieder geval, wij zijn door naar ronde 4. Ik denk dat deze game dus 6 rondes gaat hebben. Nu wel een team gamepje. Ik hoop dat we in een chill team zitten, zodat we lekker naar de finale kunnen. Misschien zelfs die finale kunnen winnen. Hoe mooi zou dat zijn om dat meteen in deze video eventjes te fixen. Alright, wij zijn team geel. Ik sta hier in de midden. En we moeten eigenlijk die gele eieren, of gouden eieren natuurlijk hebben. Die zijn meer punten. Ik weet niet hoeveel punten die eigenlijk zijn. Oké, ik hoop dat andere mensen zich even erop gaan focussen. Dan duw ik deze erin. En deze ook even erin. Oké, iemand die gooit die eieren allemaal hierheen. Dan kunnen wij ze verder moven. Oh, sorry. Alright. En moven. Daarin. Alright, er zit 1 goud ei bij ons erin. Dat is chill. We zien dat rood het slechtste doet. Dus we moeten eigenlijk van rood gaan stelen, zodat zij onderaan blijven staan natuurlijk. En wij staan dichtbij de onderste. Maar we moeten in ieder geval zorgen dat wij... ik word vastgehouden. Maar dat ei rolde er bijna uit. Oh, ik heb het ei. Het gouden ei. Got him. Move. Nee! Damn it. Nee! Pak het gouden ei. En wegwezen. Snel. Pak het gouden ei. Ik zie niks. De camera doet raar. Wegwezen met het gouden ei. Ga. Kom op. Oh man, we moeten dat gouden ei hebben. Anders gaan we dit verliezen en dan liggen we eruit. Ja, dat ligt... niet aan mij, hoor. Irritant mannetje. Oké, gooit hem daar. Ik heb hem. Oh my god. Ik ga naar boven staan. Oké, dan gooit hij hem naar boven. Oké, hij doet het zelf. Go, move. Ik hou ze vast. Oké, move verder. Ik probeer ze te stoppen. Ja, die zit er bij ons wel in. Maar ze jatten hem natuurlijk meteen weer uit. Niemand verdedigt ook bij ons. Kom op, jongens. Verdedigen. Al die rode zijn bij ons nu aan het jatten. Dit wordt nog spannend ook. Oké, deze hier. Oppassen. Oh my god. Niemand verdedigt. Stop die gouden. Ja, ik ga hem vasthouden, die gouden. Oké, die hebben we weer. En... ik heb hem. Oké, ik verdedig dit gouden ei met mijn hele leven gewoon.
Dit gaat spannend worden. Waar is hij? Daar. Daar. Move! We hebben hem nog! We hebben hem nog! Gaan we dit winnen? Gaan we dit winnen? Ja? Ja? Ja! Oh! Wow, dit was echt een spannend potje, jongens en meisjes. Wat? We gaan nu al naar de finale? Hexagon. Oh, met zoveel man. Met 19 man. Echt, zitten we echt nog met 19 man erin? Nee, dit kan niet. 18 man. Oké. Nee, wel 19 man, toch? Dan moeten 18 man moeten eraf vallen. Alright, there we go. Oh my god, ik ga gewoon zoveel mogelijk lopen. Dit gaat heel snel voorbij zijn, denk ik, deze hexagon. Vooral mensen die al naar het onderste level gaan. Ja, dit gaat echt compleet fout, waarschijnlijk. Zo. En we gaan weer door naar de volgende. En dan val ik weer door naar de volgende. En we moeten gewoon zorgen dat zoveel mogelijk van deze dingetjes verdwijnen. Zodat iedereen gaat afvallen hier. Auw, auw. Holy damn, holy damn. Ik lig al op de onderste. No way. Nooit. Oké, weet je, ik moet even zorgen dat deze dude hier afgaat. Hoe ga ik hem afkrijgen? Zo, juist, die is af. Deze dude moet ik even afkrijgen. Oh my god. Nee, niet irritant gaan lopen doen. Ja, we zijn dood. Nee, maar dit is echt onmogelijk met zoveel man. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. We liggen eruit, maar we zijn wel ver gekomen. Al die mannen vallen nu in één klap naar beneden waarschijnlijk. Maar dit was het eigenlijk. En laat nog even een like achter en abonneer voor meer. En dan zie ik jullie de volgende keer maar weer.